hij komt uit, echt uit een sloppenwijk, zeg maar. Hij heeft zich helemaal als voetballer dan opgewerkt. Geen moment alleen. Hè. Hugo Borst geeft het wel mooi. Hij had nog geen vierkante meter voor zichzelf. Er was altijd gezelschap om hem heen. Ik bedoel, de druk die op die man stond. Ja, maar weet je, kijk, laat me nou wel zijn. Ik heb verleden keer, en dat vind ik dan hartstikke leuk, er zat een vrouw daar en daar zat hier Femke Louise. Ja. En die vrouw ging uitleggen dat als je zo bekend bent, dat het gewoon heel moeilijk wordt. Dat je totaal geen enkele bewegingsvrijheid meer hebt. Dat je er geestelijk aan kapot zou kunnen gaan. Want ging het over Femke Louise? Ja, dat je zo bekend bent... Ja? Dat je daar geestelijk gewoon een klap van zou kunnen krijgen. Ja. En toen dacht ik, ja, maar wat moeten we dan deze man? Ja. Ja. Wat moet deze man dan wel niet meegemaakt hebben? Maar hij koos er ook wel een beetje voor, hè? Ja, Gullit, dat was ook een hoop gekkigheid. Maar die is nog wel redelijk... Ja, maar hij was natuurlijk... Hij was in zijn eigen land gewoon god natuurlijk. Dat ik zag gisteren bij Bo, die Argentijnse hockeycoach. En die zei ook... Zo'n reactie is in Argentinië normaal. Maar die man die was ook oprecht geëmotioneerd. Omdat Maradona was overleden. Ja, dus dat Argentijnse volk, dat voelt dat wel... Nee, maar bij die wedstrijd ook. Mensen hebben daar gewoon 90 minuten zitten huilen bij die afscheidswedstrijd. Die zaten alleen maar Maradona, en alleen maar huilen. Ja. Er hingen mensen in de lichtmasten, er vielen mensen van het dak af. Iedereen viel door de hekken heen. Het was maar misschien zijn wij als volk daar te nuchter voor. Kijk, toen Cruijff overleed, was dat natuurlijk ook groot nieuws in Nederland. Ja. Maar wij slaan dan niet op hol. Wie was de beste dan? Maradona, Pelé, Cruijff? Ja, maar die vergelijking die gaat niet op. Kijk, ik vind nog steeds Cruijff en George Best de beste. Maar Maradona kon natuurlijk geweldig voetballen. Kon ook geweldig voetballen. Ja, nee, maar dit is toch moeilijk met elkaar te vergelijken. Cruijff was veel meer een leider. Maradona was een speeltuinvoetballer die deed waar hij zin in had. Ja, maar tegelijkertijd, die had niet zo heel veel goede voetballers om zich heen. Die maakte Napoli kampioen, die maakte het Argentijnse elftal kampioen. Dus... En die werd aan alle kanten verrot geschopt, hè? Ja. Toen kon dat nog. Toen kon je iemand nog een flinke beuk Ja, verkopen. Weet je, ik heb vanmiddag nog die beelden zitten kijken. Die ken je toch ook dat hij met dat donkerblauwe trainingspakje over dat veld bij Boca... dat hij voor het eerst terug was weer daar. Ja. Dat is niet normaal. Nee, mensen gewoon 14 minuten helemaal de weg kwijtraken. Ja. Alleen maar zijn naam scanderen, huilen, kinderen op hun nek, foto's maken. Laten zien dat kijk, daar staat hij, de grote man. Maar René, ik vind het wel belachelijk dat er nu stemmen omgaan... om over de hele wereld nooit meer iemand het nummer 10-shirt te laten dragen. Ja, dat vind je raar, want het is een vraag uit het land. Want, nadat ik weer Haarlem opgestapt ben, hebben ze gewoon nog gespeeld bij de nummer 5. Nee, werkelijk. Ja? Ja, schande. Maar dat vind ik te ver gaan. Want voor iedere club en voor iedere speler is het een soort status om nummer 10 te hebben. Ja. En dat kun je dus de nieuwe generatie niet afnemen omdat Maradona toevallig 10 had. Je kan Messi toch de nummer 10 niet afnemen? Nee. We zeggen, jij speelt niet meer met nummer 10. Onzin. Ja, maar ik denk Tadis had het in zijn contract op laten nemen. Ja. Hij was natuurlijk, kijk, dat zei Lineker ook, hij was natuurlijk technisch absurd. Ja. Ja. Hij had toch dat verhaal dat hij zo'n teamwedstrijd van het jaar of zoiets had? Ja, hij had zo'n wedstrijd, zo'n wereldhelftal. Hij zegt, toen liep hij het veld op. Toen schoot hij die bal 12, 13 keer omhoog. Hij zegt, en die kwam terug, die nam hij op zijn knieën aan... en schoot hij weer pijlrecht naar boven. Nam hij hem weer aan, schoot hij hem weer... Hij zegt, hebben wij de volgende dag dat op de training geprobeerd. Lineker zei dat, hè? Ja. Hij zegt, ik kwam hierbij op 2-3. 2-3. Hij zegt, dan stond je 40 meter verder. Je moest de hele tijd achter die ballen rennen. Nee, hij was natuurlijk technisch. Nee, maar ik zag hem gisteren ook die beelden dat hij in het gras ligt. Dat hij jong leert van zijn kop naar de voet. Nee, technisch was hij echt... De circusartiest is het. Ja, fantastisch. Dat had Cruijff en Pelé minder natuurlijk. Ja. Die waren technisch begaafd. Maar dit ging alles te buiten natuurlijk, hoe die technisch ervoor stond. Ja. Maar die foto's waren ook mooi van... Heb je die gezien bij die kist? Die mensen die kist hadden opgemaakt. Ja, anders selfies maken en zo. Selfies geven. Ah, die zijn nu ontslagen. Het was wel zijn die ontslagen? Ja, die zijn ontslagen. Ik kan me voorstellen, ja. Het gaat wel heel ver dat je zo'n selfie gaat staan maken. 60 jaar, wel jong. Heel jong. Ja. Ja. Maar hij heeft er een beetje door zijn levenswijze om gevraagd. Hè? Maar ik zag nog beelden van 3 dagen geleden... Zag ik nog beelden in Argentinië opduiken. Ja. Maar het moest hij door 4 man ondersteund worden om in zijn auto te komen. Heb je die gezien? Nee. Dat hij naar tuin liep, Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.